Vanavond beginnen de Olympische Winterspelen in Sochi en die hebben een Eindhovens tintje. Een oproep van Eindhovenaar Henk Krol vorig jaar bij Pauw en Witteman heeft namelijk onverwacht voor groot succes gezorgd. Krol zei daar dat hij wilde dat Nederlanders in actie kwamen voor de homorechten in Rusland. En dat gebeurde zowaar met een regenboogbandje. Ik zat bij Pauw en Witteman en er werd mij gevraagd wat moeten we nou doen. Want het vervelende is, er is een groep die zegt je moet er naartoe gaan om te discussiëren. En een andere groep zegt je moet boycotten. Maar ze bedoelen allebei hetzelfde. De mensenrechten in Rusland moeten beter. En toen zei ik hoop maar dat de mensen die er wel naartoe gaan, dan op zijn minst een regenboogbandje dragen. En dat werd opgepikt door drie heren in Hoofddorp. Die zeiden, dan gaan wij dat bandje maken. En ik heb ze in mijn handen hier. Hartstikke leuk en het is inmiddels een doorslaand succes. De mannen die het idee bedachten hebben groot succes geboekt met het bandje. In de Tweede Kamer heeft een flink aantal Kamerleden het bandje om. Iets dat eerder op Twitter al uitgebreid de sympathie van Krol kreeg. Maar het ging nog verder dan dat. De bandjes gaan inmiddels de landsgrenzen over. Nou, inmiddels gaan de bandjes echt de hele wereld over. Sinds in het Nederlandse parlement de Kamerleden de bandjes zijn gaan dragen, zijn daar foto's van gemaakt. En die foto's zijn in Duitsland, in Engeland, overal in Europa en zelfs daarbuiten zijn die gepubliceerd. En nu ineens stroomt het bestellingen binnen vanuit de hele wereld van mensen die zeggen, ik wil tijdens de Spelen zo'n bandje dragen. We hebben zelf de boel richting Den Haag gebracht. Voor alle Kamerleden een bandje. En we hebben opgeroepen eigenlijk in de vorm van een brief of ze ze komende dinsdag allemaal zouden willen dragen. En het is fantastisch. Zou u het verbazen bij wie? Zou u het ontzettend leuk vinden als u tijdens de Olympische Spelen op televisie ziet, hey, die draagt dit bandje? Ik maak helemaal geen onderscheid. Ik was toen ik van de week zag dat zoveel Kamerleden het bandje droegen, was ik al heel gelukkig. Iedere Nederlander, iedere buitenlander, iedereen die zo'n bandje wil dragen is welkom.